je dat je moet. En ik zeg dat ik niet wil. Een zichtbaarheidsgehalte van een plezier. Je zal omdat je moet en je moet omdat je zal. En vooral omdat ik het zeg. Zut. Wat? Zei jij zut tegen je vader? Oeh, la. De koning is heel furieus. Ja, hij is nogal heftig, meneer de majesteit. Ja, maar zijn dochter, meneer de juffrouw, de prinses Prieeltje, is zo mooi als een vaas met bloemen. En ze heeft het hart van een goudvis. Een goudvis? Een tweetal opgehaalde schotbalken. En, meneer, niet te zenuwachtig? Wat zegt u zenuwachtig? Ik heb stalen zenuwen. Buikenresonantie. Helemaal geen zenuwen, meneer. Grim. Ik ben Grim en dat is mijn broer, Grim. Nee, Grim, jij bent mijn broer. Ja, wel dan? Ja, jij bent mijn broer, ik ben jouw broer. We hebben dus allebei een broer. Wel, waar is die dan, die broer? Nou, dat ben ik. Ja, jij bent je eigen broer. Waar is dan mijn broer? Dat ben jij, hè? Jij bent mijn broer. Grim! Grim! De eerste kandidaat! Ja, meneer Meijsteek. Meneer de kandidaat, mag ik dan vragen om snus op in te staan? Kalm. En dan zou ik nu graag de eerste drie, meneer de kandidaat. Hij is dus mijn broer, omdat mijn broer de broer van zijn broer is. Dat jullie er zijn. Welkom, ferme knapen. Meneer de Maarschalk van Cabellonia. 1,83 meter, 70 kilogram. Zijne markies, de meneer van Metalië. 1,73 meter, 100 kilogram rond. En meneer de grootvizier der Nederlandse letteren. Bevattende 1,90 meter, 60 kilogram. Bravo. Meisje. Wat vind je van? Papa, ik wil niet trouwen. Hoe dikwijls moet ik je dat nu nog zeggen? Mijn dochter is een beetje overdonderd door jullie. Het is wat veel met één keer. Maar het zal wel beteren. Grips, jullie mogen beginnen. Wacht. Het huwelijk kan pas over 3 maanden plaatsvinden. Ja, ik heb namelijk nog niks om aan te trekken. En als moeder van de bruid wil ik uiteraard een bijzonder mooie jurk. Zwijg, stom kalf. Grims, de eerste kandidaat. De eerste kandidaat is meneer de Maarschalk van Cabellonia. De meneer bezit 3 kastelen, enkele bossen, een boerderij en een zeer mooie visvijver. Pardon? Oh, verschoning. 2 mooie visvijvers, verschoning. 2 visvijvers? Maar dat is de helft van 4! 3 werfverdorie, daar kunnen wij nooit tegenop. Daar kunnen wij nooit tegenop. Dit is de markies, meneer van Metalië. Meneer de markies is misschien al een iets oudere partij. Maar deze meneer heeft heel veel boeken gelezen. Ja, inderdaad, ja. Waarvan een paar bijzonder spannende. Meneer de markies bezit een kasteel, een manege, een kerk en een huis in Stilesië. Met 3 badkamers. En ik kan ook bijzonder goed dansen, kijk maar. Heel goed. Bravo. Hij heeft een stomme kop. Maar begint je toch? Goed, de volgende. Vorig jaar ben ik 3 maanden, elke week 4 keer, dat is dus 13 maal 4 is 52, op jacht geweest. En daar heb ik toen 27 herten en 18 hazen geschoten, wat dus een totaal betekent van 180 poten. En ik kan dus ook heel mooi zingen. Een 7 maal 4 in het water. Het is al goed. Proficiat. En dan zijn we nu aan het moment gekomen waarop wij allen reeds lang wachten. Nou, lief kind, met wie van deze heren wil jij trouwen? Ken je toch eens uit! Als je trouwt, dan word je dik en lelijk en vervelend. En dan moet je de hele dag zitten haken en zo. Bah! Je toch? En je haar valt uit en je zit te zeuren als je getrouwd bent. En dus ik trouw niet. Oh. Zeker niet met die stomme scharminkels daar. Oh. Dat trouw ik nog liever met hen. Oh. Met ons. Dank u wel, meneer de prinses. Excuseer, maar waarom zeggen jullie altijd meneer de prinses? Dat is toch een ijzeren fout?
een ijzeren fout. Ja, meneer de prinses. Ja, ja, dat is fout. Maar wij moeten dat van meneer de koning. Toen meneer Majesteit ons in dienst nam, heeft hij gezegd dat we iedereen met meneer moeten aanspreken. Meneer. Ja, wij doen gewoon ons werk, meneer. Stil daar! Priel! Priel! Blijf hier! Jij mij dwingt te trouwen. Dan steek ik het kasteel in brand. En daarna loop ik weg. Mijn kindjes toch? Mijn heren, dat was het dan. U heeft zelf kunnen zien, mijn dochter heeft toch al een vuil temperament. Tot ziens. Sire, laat u iets weten, vraagteken. Aarzelt u niet mijn postduif te laten geworden, sire. En houdt u mij op de hoogte van de kansen van mijn teerling, majesteit? Dat kind heeft pit. Ze weet wat ze wil. Spijtig toch? Spijtig dat ze geen jongen is! Echt spijtig. Grims! Kom hier. Noteer. Ik, koning Jozef, verorder bij aanwezige slagkracht het organiseren van een wedstrijd dienaangaande van de stelling. Goed, hè? Een zeer moeilijke wedstrijd. En de winnaar van de wedstrijd mag... Nee. Moet met mijn dochter trouwen. Tenminste, als het een goede winnaar is. Hè? Als het iemand is die rijk is en verstand heeft van regeren en vechten en heffen van belastingen. En voeg er dan nog iets bij over de achterwaartse opgang van het onderwerp. Zo, dat lijkt me heel duidelijk. Maar Jozef, als ze moet trouwen, dan gaat onze dochter lopen. En dan steekt ze het kasteel in brand. En waar moeten wij dan gaan wonen misschien? Angina, ze kan kiezen. Ofwel schikt ze zich naar de wedstrijd, ofwel trouwt ze met een van die baljassen van daarnet. Ik wil, verdomme, een goede opvolger. De Grims houden zich bezig met het opstellen van de opgave voor de wedstrijd. Verzin iets goeds. Of jullie worden onthoofd, gekookt. En dan hak ik persoonlijk uw vingers af met mijn opeetmachine. En als dat wicht het waagt mijn kasteel in brand te steken, dan krijgt ze een week lang geen dessert. Eieren zoeken. Loopwedstrijd. Championen forceren. Viswedstrijd. Paal zitten. Tikkenwedstrijd. Nog 1 minuut. Oh, wij moeten kalm blijven. Kijk! Een boek over de duivel. En dan? Ik weet niet. Zijne koninklijke majesteit, genade. Niet buiten, alstublieft, uwe meneer de sire. Wel, welke opgave hebben jullie verzonnen? Kijk, dat is de moeder van meneer de jonge duivel, zei de majesteit. Ik wist niet dat de duivel een moeder had. Ja, iedereen heeft een moeder. En kijk, op haar kind groeien 1, 2, 3 gouden haren. Dat is mooi, hè? Wij hadden u bedacht dat degene die die 3 haren kan uittrekken, dat die misschien... met meneer, uw dochter, Prieltje, zou kunnen trouwen, majesteit. Wie dat kan, moet wel heel dapper zijn. Een ware opvolger voor mij. Een kerel. Een durver. Een vechter. Een echte man. Een held. Grims. Roep dit bericht maar rond via jullie... Meneer Edouard misschien, meneer. Edouard, ja. Maar vertel er niet bij dat het hier betreft het huwelijk met mijn dochter. Want ze zou kunnen kwaad worden en dan gaat ze lopen. En dan steekt ze mijn kasteel in brand. Mijn mooie kasteel. Er is niks in de wereld waarvan ik zoveel houd als van mijn kasteel. Oh, zus.
Misschien ook nog wel mijn zwartje. Ja, en een biertje, ja. En de jacht! Grims! Geef mijn opeetmachine een letje olie, alsjeblieft, want zij piept. Waar is meneer Edouard? Daar! Voilà, hij staat zo en dan nu contact. Ja, goedemiddag. Bent u toevallig aan het eten? Smakelijk, waarde landgenoten van zijn koninklijke hoogheid Jozef. Jij nu ook maar lekker slapen, hè popje? Slaap wel. Hou daarmee op, jongen. Je bent daar veel te groot voor. Een echte duivel speelt niet met poppen. Maar moet ik niet? Ik schaam me voor je. Jij verdient klappen. Nee, geen klappen, moeke. Nee, geen... Ja. Voortaan, jongen, ga jij vreed zijn? En slecht, en gruwelijk, en griezelig, en vies en boos en vals. Of anders krijg je... Klappen, moeke? Klappen, ja. Ga even uit. Drie gouden haren op de kin van de moeder van de duivel te ontfutselen, die krijgt een heel bijzondere prijs. Tot zover een terecht van zijn... Een bijzondere prijs? Die vogel zei iets van een heel bijzondere prijs. Wat zal dat zijn? Waar is mijn kristallenbal? Je kristallenbal? Ja, boeken. Waar is dat ding? Nee. Waarom is het hier op altijd zo'n rot? Ik zal uw kristallenbal zoeken. Ik zal alles opruimen. Laat maar. Kattenkwijl en foltersnot. Stinkend pratte zwijnenkop. Dat gestampt en weggerat. Ziezo. Voilà. Jozef, onze dochter zou weglopen. En het kasteel in brand steken, dat kan toch niet? Maar nee, domme koe. Zij weet toch niet dat zij met de winnaar mag trouwen? En die winnaar mag enkel met mijn dochter trouwen als hij rijk is en knap en verstandig en goed kan vechten. Enfin, kortom, iemand zoals ik. Hè? Zo iemand kan en mag koning worden. Dan kan ik eindelijk op pensioen gaan en hele dagen gaan jagen en bier drinken. En als mijn dochter dat niet wil, hè, dan vliegt ze in de gevangenis. Maar ik heb nog steeds geen nieuwe jurk voor dat feest. En ik ben geen domme koe. Ik zal haar natuurlijk alle dagen gaan bezoeken in de gevangenis. Het is en blijft tenslotte mijn kind. Jongen, jij moet die wedstrijd winnen. Je gaat daar naartoe. Je plukt mijn haren. Je trouwt met de prinses. En hup. Hup? Ja, jij wordt de nieuwe koning. Ah ja. Ik... Voegen. Jongen,
is het nu eens eindelijk gedaan met die papjes. Nee, niet doen. Niet doen, moet ik niet. Goh. Moet ik de nieuwe koning worden? Dan moet ik nog jagen en bier drinken ook. Ja. Een koning, jongen, heeft heel veel macht. Een koning kan ongelooflijk veel kwaad doen, jongen. En daarom ben je toch duivel, niet? Huh? Om kwaad te doen? Hm? Ja, maar Moeke, ik kan niet vechten en ik kan ook niet met pensioen gaan. Oh, dat zal ik je wel leren. Goed. Ze mogen ons natuurlijk niet meteen herkennen, want anders komt er misschien nog gauw iemand eventjes langs en doet die hup en knip en dan wordt die de nieuwe koning. Jongen, jij moet je voor mama, jongen, in een handhakker. En ik zal me voor mama in. Maar Moeken, ik lust ook geen bier. In azijn rotte blikjes vol tonijn. Moeder! Volgens mij hè, gaat het zo. Eerst moet je je beurt afwachten. Dan mag je naar binnen. En dan moet je proberen om de drie haren van de moeder van de duivel af te knippen. Oh, maar daar is toch niks aan, hè? Ze sapelen comme bonjour. Dat zou ik niet durven zeggen, mijn waarde, hè, toch? Het schijnt, hè, dat die drie haren bijzonder stevig vastzitten. En daarom heb ik dit hier meegebracht. Zo. Oh, la. Trouwens, die jongen hier achter mij, hè, die heeft een bijltje meegebracht. Eigenlijk ben ik de handhakker. En ik oefen mij in het houthakken. Hak, 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 hak. Ja, maar ik kan dat ook wel met grote bomen, weet je. Maar als de moeder van de duivel daar binnen zit, komma, dan moet de duivel daar ook zijn, punt. Of vraag me af hoe die eruit ziet, vraagteken. Ja, zo. Het schijnt, hè, dat de duivel geen handen heeft, maar kippenpoten. Oh. En een, open de haakjes, lelijke, sluit de haakjes, slangenkop, ja. Punt. Dat is niet waar. En waarom niet, vraagteken? Klapt uit. Niet. Nee. Is gelijk aan 12x-. Oh. Dag, koning Jozef. De hertog van rekenkunde. 1,73 meter, 70 kilo. Vooruit. Laat eens iets zien. Wat? Hoe? Wat? De drie gouden haren van de moeder van de duivel. Waar zijn ze? Hé, hey. Vooruit, achteruit. Alsjeblieft, hè. Allee. Die vogel heeft dat dus niet goed uitgelegd, gedeeld door twee. Hij heeft dat niet goed uitgelegd. Lekkere kool, Savoy. Wie heeft er zin in een lekker koolblad? Pompoen. Nee, een koolblad. Lekker. Want in mijn aquarium zitten ook vissen, dus dat is ook een visvijver. Voilà. Wie heeft er trek in onze heerlijke verse koolbladen? Lekker. Wie lust er nu koolbladen? Niemand. Ik lust dat zelf ook niet. Kool savoir. Dat is konijnenvoer. Lekker koolbladen. Konijnenvoer? Kom eens hier. Goedemiddag. Kulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen. Kijk, ik wil wel zo'n kool savoyblad voor mijn moek. Voor mijn konijn. Wat een mooi konijn. Ja. Dank je. Hier, lief konijntje. Jij krijgt van mij een lekker koolblad. Wat hangt er aan de kin van het beest? Nee, afblijven. Wat is dat? Zijn het splinters of zo? Nee. Wacht maar, Kulder Zipke zal die er wel even uittrekken. Nee, doe. Wat mag ik u voorstellen, mijn Moeke? De moeder van de duivel, er is een mine! Ja, hij heeft zich gevierd. Hij heeft gewonnen. Proficiat, meneer. Kulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Wat heb ik gewonnen? Ja, dat zie je straks wel.
Een eenvoudige boerenjongen. Nu moet ik nog een feest organiseren voor die... Een feest? Hij heeft een feest! Hij leidt ons een feest! Koning Jozef, u mag zo'n landloper niet met uw dochter laten trouwen. Ja, dat weet ik ook wel. U moet een nieuwe wedstrijd verzinnen. En ik zal u daarbij helpen. Koning Jozef, ik ben uw vriendin. En ik denk dat ik hier een tijdje ga blijven wonen. U vindt dat toch goed, hè? Oh, dat... Het is goed. Welkom, mevrouw. Heb jij je prijs eigenlijk al wel gekregen? Ah, dat is waar ook. Ik heb misschien wel een zak geld gewonnen. Of een paard of zo. Ik zal even kijken hoe het zit. En als ik terugkom, dan vertel ik jou een verhaal over een man met twee hoofden. Koning Jozef! Koning Jozef, hoe zit dat met mijn prijs? Die prijs. Grins! Grins, kom hier! Prijs, verzin iets. Dat we zo snel mogelijk van die kerel verlost krijgen. Ja, alsjeblieft. Dank u. School. Alsjeblieft. Dames, mijn heren, deelnemers, kandidaten. De prijs voor meneer Flipper, denk ik. Kulder Zipkin. Zelder Kopke, zeker, meneer. Zeg. Is een... Prijs. Een prijs, een 14-daags verblijf in een kasteel. Namelijk dit kasteel. Dat kan toch niet? Hier, Majesteit. Dat is een heel mooi cadeau. Maaltijden inbegrepen. Gezondheid. Gezondheid, Majesteit. Proficiat, meneer. En een applausje graag. Prima, uitroepteken. Prima, hoera, in kwadraat. Nee, tot de dag. En dan, nu... Muziek! Muziek! Flink, hè, van dat flapperdingske. Zeker, maar ja. Ja, de prinses wil alleen met ons trouwen. Zou u met mij willen trouwen, Grim? Als u een prinses was? Ik ben uw broer. Ja, dat weet ik, maar als u nu een prinses was? Ja, dan was ik een meisje en dan was u mijn zuster. Nee, dan was u mijn zuster. Als ik een prinses was? Nee, als u een meisje was. Maar kun je dan een prinses zijn zonder een meisje te zijn? Jongen, ik ga ervoor zorgen dat jij hier de nieuwe koning wordt. Begrepen? Moeken, ik lust geen bier.